vierde baai van San Francisco zijn destijds de eerste druivenplanten naar Amerika gebracht. Nu, twee eeuwen later, is de staat Californië de belangrijkste wijnproducent van de Verenigde Staten. Wijnbouw gebeurt hier echt op zijn Amerikaans, grootschalig en volgens de modernste technieken. Toch zijn de invloeden van het oude Europa nog steeds terug te vinden in de wijnbouw van Californië. En ook dat zien we in deze aflevering van de Wijnexpress. Bij Gonzales, even ten zuiden van San Francisco, ligt een uitgestrekt wijngebied. Een enorme vlakte die door zijn ligging, bodemgesteldheid en hoge temperatuur uitermate geschikt is voor grootschalige wijnbouw. Ideaal ook voor het mechanisch oogsten. Er bestaan twee typen oogstmachines. De ene zuigt de druiventrossen als een enorme stofzuiger van de ranken, waarbij ook veel bladeren meekomen. De andere, steeds vaker gebruikte oogstmachine, schudt de rijpe druiven eenvoudig weg van de trossen. Het oogsten met dit soort schutmachines heeft het voordeel dat alleen de druiven geoogst worden. De lege trossen en ook de bladeren blijven grotendeels hangen en dat scheelt een heleboel werk als de druiven geperst worden. Het machinaal oogsten is in Californië ontwikkeld en speelt een steeds belangrijke rol in de wijnbouw. Toch wordt hier maar 15% van de druiven machinaal geoogst. Op deze vlakte in de Salinas-vallei zijn maar twee machines nodig om de hele oogst te doen. Alles is op snelheid ingesteld. Naast de oogstmachine rijdt onafgebroken een tractor met container mee, waarin de druiven via een lopende band gestort worden. Is de container vol, dan wordt die in hoog tempo afgevoerd, terwijl de nieuwe alweer meerijdt. Door het schudden worden de druiven een beetje gekneusd, waardoor ze meteen beginnen te gisten. Daarom moeten bij een mechanische oogst de druiven zo snel mogelijk geperst worden. Met gigantische vrachtwagencombinaties worden de druiven direct na de pluk naar de winery vervoerd, om daar geperst te worden. Naast het mechanisch oogsten heeft de wijnbouw in Californië nog een bijzonderheid. Grootschalige irrigatie van de wijngaarden. Wijnranken kunnen op arme en droge grond groeien. Dat kan omdat ze op zoek naar water heel diep wortelen. Het verfijnde wortelstelsel van een wijnrank kan honderden meters lang worden. In Californië is het zo warm en droog dat men de wijngaarden moet irrigeren. Met dunne buisjes wordt er net voldoende water toegevoegd om de druivenplant te laten groeien. In Europa kom je irrigatie in de wijnbouw bijna niet tegen. En in Frankrijk is het in de meeste bekende wijngebieden zelfs verboden. Irrigatie is daar in strijd met de kwaliteitseisen voor een appellation contrôlé. Maar hier in Californië is irrigatie volstrekt normaal. Californië is een toeristisch Eldorado. Een subtropisch klimaat, stranden, wereldsteden en het is de bakermat van de pretparken. Marine World Africa USA is een combinatie van dieren-natuurpark en pretpark met onder andere een groots opgezette waterskishow. De afgelopen 20 jaar heeft het park al meer dan 17 miljoen bezoekers getrokken. Marine World is het enige attractiepark in Amerika dat op niet-commerciële basis werkt. Het is eigendom van een educatieve stichting die zich ten doel stelt het begrip voor dier en natuur te vergroten. Door te laten zien hoe dieren in hun natuurlijke omgeving leven en door ze vooral met liefde te bejegenen, wordt geprobeerd de mensen respect voor de natuur bij te brengen.
Olifanten bijvoorbeeld leven hier niet door hekwerken afgesloten, ver weg van de mensen. Maar je kunt ze aanraken en er gewoon een stukje op rijden. Door wilde dieren met respect en affectie te behandelen, is men er in dit attractiepark in geslaagd mens en dier vreedzaam naast elkaar te laten leven. En dat geldt zelfs voor de tijgers, die zonder dat er ooit een ongeluk is gebeurd, gezellig met de verzorger spelen. De vriendschappelijke relatie tussen mens en dier komt misschien wel het best tot uiting in de wervelende dolfijnenshow. Dolfijnen zijn heel intelligente en sociaal voelende dieren. En met hun verfijnde natuurlijke sonarsysteem kunnen ze perfect met elkaar en ook met hun trainers communiceren. Viga en Jaka zijn twee orka's. De een is 11 jaar oud en weegt 3000 kilo. De ander is 22 jaar en weegt maar liefst 5000 kilo. Hun show brengt het publiek in extase. Napa Valley is het bekendste wijngebied van Amerika. Oorspronkelijk woonden hier Indianen. Rond 1840 werd in Napa, dat Indiaans is voor veel, door kolonisten de wijnbouw geïntroduceerd. Al gauw maakte Napa Valley naam als kwaliteitsgebied voor wijnen. Met de drooglegging in de 20e jaren ging het ook hier snel bergafwaarts met de wijnbouw. Pas sinds de jaren 60 begon de wijnbouw in Napa Valley weer volop te draaien. Nu staan tot pal langs Highway 29 overal wijngaarden. In totaal 24.000 hectare, goed voor een productie van 50 miljoen liter wijn per jaar. De vaak prachtige wineries staan hier dicht bij elkaar. Het zijn er ruim 60, met bekende namen als Robert Mondavi, Beringer, Charles Crook en het architectonisch op Griekenland geïnspireerde wijnhuis Kloos Pegaas. De winery van de Christian Brothers is een bijzonder wijnhuis. Het is opgericht om door verkoop van missiewijnen het katholiek onderwijs financieel te kunnen ondersteunen. Het wordt nog steeds door geestelijken geleid en het is nu een modern, immens groot wijnbedrijf geworden. Om zo economisch mogelijk te kunnen werken, worden hier oude eikenhouten fusten uitgefreesd om opnieuw gebruikt te kunnen worden. Want het vers, blank gemaakte eikenhout is belangrijk voor het aroma van de wijn. De Christian Brothers waren destijds de enigen die tijdens de drooglegging open mochten blijven om miswijn te kunnen maken. Nu is hun specialiteit een zachte, droge, dieprode wijn van de Zinfandel-druif. En een zeer fruitige witte met 12% restsuiker. Aan het wijnhuis van de Christian Brothers is een uniek museum verbonden. De grootste kurkentrekkerverzameling ter wereld, afkomstig uit alle uithoeken van de aardbol. De collectie is in de afgelopen 50 jaar bijeengebracht door de keldermeester, Brother Timothy. Brother Timothy is niet alleen keldermeester en initiatiefnemer van dit keukentrekkenmuseum, hij richtte ook de internationale vereniging van keukentrekkerverslaafden op.
Brother Timothy, you have been cellar master at Christian Brothers for 53 years. Right. And in 1974, you founded the International Correspondence of Corkscrew Addicts. How addicted are you? Well, very. How many items are there in your collection? More than 1,800 and more than 1,300 here on public display. From how many countries do they come from? 31. Why are you collecting corkscrews? Oh, I started to collect simply to find out which ones were the good ones and which ones were the bad ones. Which ones worked well, which ones didn't work well. Okay, but once I got collecting some for that reason, then other reasons came along. Things like gold and silver, like this tiny little thing. Gold and silver, the precious metals. The interesting styles and shapes and kinds, and then all the complex different mechanisms for helping you pull the cork, because you do need some help with many corks. You need a little mechanical advantage, something that will help you get that cork out. Cultuur, wijn, toerisme en ook showbusiness zijn in Californië natuurlijke bondgenoten geworden. Op een van de mooiste plekjes in de Napa Valley liggen de wijngaarden van een prachtig wijnhuis dat zeer bekend is, maar waarvan heel veel mensen denken dat het niet echt bestaat. We zijn in St. Helena op Spring Mountain Vineyards, de locatie van de televisieserie Falcon Crest. Spring Mountain Vineyards zijn eigendom van Shirley en Michael Robbins. Het begon als een hobby en het is inmiddels uitgegroeid tot een miljoenenproject. De winery produceert kwaliteitswijnen met als specialiteit volgens Franse traditie gemaakte rode wijnen van de Cabernet Sauvignon druif. Om de Franse kwaliteit te evenaren worden hier net als in Frankrijk de wijnen ondergronds opgeslagen en worden er zelfs eikenhouten fusten uit Bordeaux geïmporteerd. Toch is de winery vooral bekend van Falcon Crest. En dat heeft voor de eigenaar en wijndeskundige Michael Robbins ook nadelen. You are the owner of Spring Mountain Vineyards, better known as Falcon Crest from the famous TV series. How has this publicity influenced your life? Well, it's obviously changed it because we've been just overwhelmed with visitors. It's had its ups and downs. We're probably taken a little less seriously for the fine wines we make, which is the downside. Mm-hmm. Overall, it's been a positive experience, but we've lost a lot of privacy, of course. Here in Napa Valley, great quality wines are being produced. Does the average American appreciate these wines? Well, the average American probably doesn't have access to the best wines in California or America, just like probably the average Frenchman doesn't have access to the best French wines. There's a large segment of the society, or a larger segment all the time, that appreciates fine wines, but the average person probably not. What are your future plans for Spring Mountain Vineyards, Mr. Robbins? Well, continuing to do the same as we have done. However, I founded this winery over 20 years ago, and I've had a lot of fun with it. I expect shortly to retire, and this will be in other hands. At the moment, it looks like we're selling it to a European. So Spring Mountains is up for sale? Yes. Yeah. Californië kent 64 verschillende druivensoorten, waarvan maar een paar soorten echt veel aangeplant worden. Dat zijn voor de rode wijn Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir en de inheemse Zinfandel druif. En voor de witte wijn vooral de Chardonnay, de Chenin en Sauvignon Blanc en de Riesling druif. Californië is in korte tijd koploper in de wijnwetenschap geworden. Maar de Europese invloeden blijven nog altijd aanwezig. De invloed van Europa en vooral van Frankrijk is in de Californische wijnbouw overal terug te vinden. Wijncompanies dragen Franse namen en er wordt bijvoorbeeld ook Amerikaanse Chablis en Amerikaanse champagne gemaakt. In Californië wordt ook de druivensoort waar de wijn van gemaakt wordt,
op het etiket vermeld. Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, maar ook Riesling en bijvoorbeeld Kwürzraminer. Op deze manier kan je heel makkelijk voor een wijn van een bepaalde smaak kiezen. En het leuke is dat dit Amerikaanse initiatief inmiddels naar Europa is overgewaaid. Want ook in Frankrijk wordt steeds vaker de druivensoort op de fles gezet. Een prima service aan de consument. In Amerika zijn mousserende wijnen razend populair. Er wordt ook eigen champagne gemaakt. Hier bij Mission San Jose ligt een van de Californische champagne vineyards. Op grond van de Amerikaanse wetgeving mag hier openlijk de naam champagne worden gebruikt. In Europa is dat verboden. Champagne mag bij ons alleen zo heten als hij uit de gelijknamige streek in Noord-Frankrijk komt. De Amerikaanse champagne is er in veel variëteiten. Van hoogwaardige méthode champenoise wijn tot eenvoudige bubbeltjeswijn. Weliswaar in echte champagneflessen, maar met plastic kurken. Deze winery is vlak na de oorlog opgezet door de uit Zwitserland geëmigreerde familie Weibel. Naast mousserende massawijnen wordt er ook kwaliteit champagne gemaakt volgens de klassieke méthode champenoise, waarbij de fermentatie in de afgesloten fles plaatsvindt, waarbij alcohol en koolzuur vrijkomen. Het wijntoerisme is een geliefde vrije tijdsbesteding van de Amerikanen. Per jaar bezoeken zo'n 5 miljoen toeristen de Californische wineries, waar het heel normaal is een wijntje te drinken zonder je meteen verplicht te voelen tot kopen. Bij een toeristische trip langs de wijngaarden van Californië hoort natuurlijk ook een bezoek aan San Francisco. In het bijzonder aan het eilandje dat je in de steile straten van de stad al kunt zien liggen. Alcatraz. Al tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de vorige eeuw werd het strategisch gelegen Fort Alcatraz gebruikt om krijgsgevangenen te detineren. In de 20e jaren wilde het leger deze gevangenis bij gebrek aan militaire gevangenen opheffen. Maar het ministerie van Justitie had juist in deze tijd te kampen met veel ontsnappingen van beruchte misdadigers. En Alcatraz was voor dit probleem dé oplossing. Want door de geïsoleerde ligging, het koude water rondom het eiland, de harde stroom en de vele haaien zou niemand ooit levend de kant halen. Toch werden er ook in Alcatraz ontsnappingspogingen gedaan. Oudbewaker Frank Heaney heeft er een aantal van nabij meegemaakt. Mr. Heaney, how does it feel for you as a ex-correctional officer to be back in Alcatraz? Well, it's like coming back to an old schoolhouse. You know, I was here for a number of years, mm-hmm. and I remember a lot of the inmates, a lot of them I actually liked. So it was quite a nostalgia trip to come back. And in other ways, it's depressing because it was a very depressing place to work in, and also a very depressing place for the inmate to do time in. Did anyone really escape from Alcatraz? We had a total of 36 inmates and 14 tries to escape from Alcatraz, and most of them were brought back. Some were shot and killed, and some drowned. There are five still missing, three of which they made a movie a few years ago with Clint Eastwood called Escape from Alcatraz. Those three are still gone, and two in 1937. Now, because of the coldness of the water, it's about 55 degrees, the distance about a mile and a quarter, and the tide's running very swiftly, we presume that all those five men drowned in the water. Alcatraz is nu gesloten. Het is een museum geworden. Nog altijd hangen er de arrestatiebevelen van de gebroeders Anglin en Franklin Morris, die misschien wel de beroemdste ontsnapping uit een Amerikaanse gevangenis op hun naam hebben staan.
Er werd een gat in een van de celmuren gemaakt waarachter een luchtkoker loopt. Van daaruit hebben ze het dak bereikt en ze zijn ontkomen over de gevangenismuur. Of ze ooit levend de overkant hebben gehaald, zal altijd wel een raadsel blijven. We eindigen deze wijnexpress in downtown San Francisco. Een echte Amerikaanse stad met veel verkeer en wolkenkrabbers. Maar ook met een open, ontspannen en gastvrije sfeer. En die sfeer is ook terug te vinden in de wijnen van Californië. De wijnbouw van Californië is al heel jong en heeft zich na de 50e jaren pas echt ontwikkeld. Inmiddels produceert Californië maar liefst 22 miljard flessen wijn per jaar. En hoofdzakelijk voor de Amerikaanse markt. Bij ons kom je wijn uit Californië niet zo vaak tegen. Door de dollarkoers, de EEG-bepalingen en de relatief hoge vrachtkosten is Californische wijn voor de meeste mensen gewoon te duur. Dat is eigenlijk heel jammer, want er worden hier ook uitstekende wijnen gemaakt. Dit was de Wijnexpress vanuit Californië, USA. Tot ziens. Cheers.